Veel basisscholen laten kuikens uitbroeden in het klaslokaal. Maar de Partij voor de Dieren doet een dringende oproep om ermee te stoppen. De Partij voor de Dieren in Nijmegen heeft een brief rondgestuurd onder basisscholen. Hierin verzoeken ze de scholen om geen kuikentjes te laten uitbroeden in klaslokalen. Het zou de kuikens stress opleveren en kinderen leren hierdoor niet met respect en op een verantwoorde manier met dieren om te gaan. Onzin, vindt Harry Schnieders, oud-leraar en vogelkenner. Ja, nou, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens, want kuikens zijn helemaal niet gevoelig voor lawaai en stress kennen ze ook niet. Je kunt gewoon zien als de kuikens op school onder een lamp lopen, dan eten ze gewoon wat ze van de kinderen te eten krijgen. Nou, ze hebben een waterbakje nodig en verder hebben ze warmte nodig en verder helemaal niks. Dus voor een school ideaal. Ten eerste is het natuurlijk een omgeving waar die eigenlijk niet thuis wordt en waar dat ei dan uitgebroed wordt. Maar het gaat ook breder om gewoon het feit van dieren in de klas, in het klaslokaal. Hè. Dat is niet echt een locatie waar een dier thuis wordt en waar die zich op zijn gemak voelt. Volgens de Partij voor de Dieren zou het oppakken van de kuikens en het lawaai in de klas stress opleveren voor de dieren. Ja, daar kunnen kuikens prima tegen. Die leerkrachten die weten echt wel hoe je met kinderen moet omgaan, maar die weten ook hoe je met kuikens moet omgaan. Dus dat betekent dat kinderen zeker die kuikens gewoon in de hand mogen houden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je van 's morgens 8 uur tot 's avonds 4 uur die kuikens in de hand hebt. Dat kan natuurlijk niet. Maar dat weet die leerkracht ook. En dat doen kinderen ook helemaal niet. Dat gaat allemaal met mate en in overleg. Juist het feit dat er veel kinderen zijn en dat het dan... S'nachts of 's avonds zijn er geen kinderen en overdag is het weer ineens heel druk. En gewoon al die wisselingen van omgeving, juist voor zo'n jong dier, zijn heel erg stressvol. En daar is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan dat gewoon zo is voor vogels. Het doel van beide is natuurlijk om de kinderen meer te betrekken bij de natuur en het dierenwelzijn. Hoe we het vroeger deden en hoe we nu weten dat vanuit de wetenschap, hoe het met dieren werkt. Het is een beetje boerenwijsheid tegenover wetenschap wat hier tegenover elkaar staat. Je wil dat kinderen zich gaan interesseren voor de natuur. Kijk, en als je die processen begint te begrijpen, dan kun je later, als je wat verder bent, natuurlijk ook een oordeel geven over ingewikkelde vraagstukken die met de natuur te maken hebben. En kuikens, dat is het meest simpele wat er is. Een beetje voer, een beetje water en warmte, dat is het. Wat is het mooiste en meest toonaangevende gebouw van Nijmegen dat in 2022 of 2023 is opgeleverd? Die vraag werd donderdagavond beantwoord bij de uitreiking van de architectuurprijs in de Vasem. Het gebouw van de Vasem zelf kreeg van de jury een eervolle vermelding en was de favoriet van het publiek. Maar uiteindelijk ging Hortus Ludi er met de prijs vandoor. Hortus Ludi is een duurzaam en natuurinclusief bouwproject met 11 volledig houten huizen. Op de locatie stond eerst een klooster en de huizen hebben dan ook een gezamenlijke kloostertuin. Die twee dingen zorgden voor inspiratie bij de architecten. Wat heeft ons geïnspireerd? Ik denk dat de grootste inspiratiebron wel het klooster zelf was en de kloostertuin. We zijn gaan ontwerpen vanaf de kloostertuin die daar al aanwezig was. En hoe kunnen we die nou eigenlijk nog mooier maken? Daarom heeft het project ook de naam Hortus Ludi. En dat is eigenlijk de naam van de tuin en niet zozeer de naam van de gebouwen. De architecten hopen met het project iets vernieuwends te brengen en zijn zeer tevreden met het eindresultaat. Nou ja, ik denk wel dat het vernieuwend met het bouwen in hout. Ook met de opdrachtgever. Ik zou het niet zozeer een obstakel noemen, ik zou het meer een zoektocht naar hoe we het samen waar hebben kunnen maken. En ik denk dat daar wel mee gelukt is. In de toekomst ligt de focus voor de architecten ook op projecten die goed zijn voor de natuur. En op het behouden van de prijs. Nou, ik denk dat het heel goed is als we dit op grotere schaal kunnen gaan doen. Veel meer in hout bouwen, ook juist voor woningen waar betaalbaarheid een grote rol speelt. Dus voor de sociale huur bijvoorbeeld. En daar moeten we ook duurzamer voor gaan bouwen. En wat wij ook wel heel erg belangrijk vinden is dat we gebouwen niet zo vaak meer slopen, maar dat we meer gaan hergebruiken. En op die manier ook de CO2-impact besparen. Dus er zijn echt nog heel veel opgaves die wij net zo interessant vinden als dit.
En ik zou best wel graag die prijs nog een keer winnen. Voormalig commandant der strijdkrachten en Nijmegenaar generaal Peter van Uhm heeft donderdag in Breda de Legion of Honor Gold Medal ontvangen. Hij is de eerste Nederlander die deze hoge Amerikaanse onderscheiding krijgt. De Chapel of the Four Champlains kende van Uhm het eremetaal toe voor zijn steun aan militairen met een posttraumatische stresssyndroom. Maar ook voor zijn bijdrage aan het onderwijs en toelichting op actuele militaire ontwikkeling in de media en het theater. Op klaarlichte dag werd een vrouw in september vorig jaar in een bos in Ubbergen achtervolgd en aangevallen door een man die haar vervolgens zou hebben geprobeerd te verkrachten. De rechtbank boog zich deze donderdag over deze zaak. De 36-jarige verdachte uit Roemenië zou de vrouw die een hardlooprondje maakte van achter hebben benaderd en tegen de grond hebben geduwd. Daarna zou hij haar hebben geprobeerd te verkrachten. De officier van justitie eist 30 maanden cel en €5.000 schadevergoeding. De regio Nijmegen heeft behoefte aan een speciale polykliniek voor long-covid-patiënten. Sinds enige tijd wordt medisch erkend dat ons land bijna 100.000 mensen telt die hiermee te kampen hebben. Zij ervaren onder andere extreme vermoeidheidsklachten. Het pleidooi voor de polykliniek is afkomstig van de Nijmeegse raadsleden Kees de Beer, Mika Kraft en Sander van der Goes. Vanuit Den Haag is inmiddels €27 miljoen gereserveerd voor het opzetten van polyklinieken door het hele land. De drie politieke partijen willen dat het college van BNW zich gaat inzetten voor een Nijmeegse polykliniek in samenwerking met de Radboud Universiteit. Een dalend aantal ouders betaalt de vrijwillige ouderbijdrage aan de school van hun kinderen. Steeds vaker omdat ze het niet meer kunnen betalen. De ouderbijdrage wordt vaak gebruikt voor het financieren van bijvoorbeeld schoolreisjes. Scholen kiezen er nu voor om schoolreisjes te schrappen om ouders niet verder op kosten te jagen. Dankzij Paul Eigenhuizen van de partij Gewoon Nijmegen.nu en Dilana van Luik van het CDA Nijmegen trekt de gemeente €60.000 uit om 11 scholen hierin te steunen. En we willen er juist voor zorgen dat ieder kind, iedere spruit recht heeft op een schoolreisje. En daarom hebben wij de plan ingediend, zodat iedere school van de gemeente bijna €30 per leerling krijgt om daadwerkelijk een schoolreisje aan te kunnen bieden. Het is wel belangrijk voor de ontwikkeling natuurlijk. En vooral omdat je ziet dat er een grote ongelijkheid is. We hebben daarom bewust ook gekozen voor een ongelijke investering. Dat we juist kijken naar scholen die het hardste nodig hebben. Want je ziet gewoon eigenlijk een tweedeling. Sommige scholen bieden wel een schoolreisje aan, andere niet. En leerlingen zien dat. Die hebben ook vriendjes die voetballen of op een andere plek. Die wel zien dat hun scholen schoolreisjes aanbieden. En dan denken, hé, maar mijn school doet dat helemaal niet. En dan krijg je al heel vroeg het besef dat er een ongelijkheid is in deze maatschappij. Terwijl je juist wil dat juist vroeg kinderen niet de dupe zijn van de ongelijkheid die in deze maatschappij zit. Waar vooral ouders ook last van hebben. Want die kinderen kunnen daar helemaal niks aan doen. 3 dagen lang staat Alphen in het teken van feest, muziek en gezelligheid. Dit weekend vindt het festival Pleinpop plaats. Bouke en de Elvis Matters Band, André Hazes, de Dirty Daddies. Vanavond staan zij op het podium bij Pleinpop in Alphen. De hele week zijn vrijwilligers al druk aan het voorbereiden. In totaal werken we met 150 vrijwilligers die vanaf het begin erbij zijn en in weer en wind meehelpen. En zelfs als het er afgelopen is, dat ik, ja, we kunnen naar huis, dan willen ze toch nog wel blijven om het laatste ding ook nog even af te maken. Ja, ik ben samen met mijn zus de muntenverkoop aan het doen en de bandjes alvast die mensen om willen om eerder naar binnen te kunnen vanavond. En ik ben natuurlijk wel even eens kijken en ik weet natuurlijk wat er gedaan moet worden. Ik ken het draaiboek vierkant uit mijn hoofd, dus en er is heel veel werk verzet. Voor veel Alphenaren is het een weekend om naar uit te kijken. Wat we heel vaak horen en zelf ook zien, is dat de sfeer echt zo gezellig is. Er is heel saamhorigheid, gemoedelijkheid. Van jong tot oud, iedereen heeft hier gewoon een supergezellig weekend elk jaar. Ja, het is gewoon heel gemoedelijk. Iedereen werkt mee. Het is gewoon fantastisch. En het is altijd gezellig. Altijd gezellig, ja. Elk jaar terugkerend, het is altijd leuk. Kijk maar om je heen, hè. Dit is gigantisch. Dit is in West-Maas-en-Waal natuurlijk sowieso uniek. En niet alleen de mensen uit je eigen dorp, maar uit de hele gemeente, maar ook de gemeentes om ons heen, komen van ver tegenwoordig voor de bands die er staan. Ja, als je zoiets neer kunt zetten, dan wil je graag meehelpen. Ook steeds meer grote namen staan er op het festival. Nou, ik vind Elvis Presley wel. Ik zorg al dat ik op tijd ben voor de Elvis Presley experiment. Ja. Ja, zus, Dirty Daddies. Ja, dat is wel leuk. Maakt me niet uit. Allemaal even goed.
Er is een band die covers speelt. Je kunt nummers in, volgens mij inwilligen die je graag wil horen. Er zijn nog Nederlandstalige artiesten. Ja, het is gewoon heel erg gezellig. Ik mag met heel veel trots zeggen dat het hier elk jaar gewoon volle bak is. We hebben geen minder jaar gehad. We zien nog geen stijging of daling. Gewoon elk jaar een lekker tentje vol gezelligheid. Eindelijk is het zover. De beloofde warme zaterdag staat nu echt voor de deur. Morgen zal het weer een teken staan van zon en een temperatuur van 25 graden. Dat hebben we allemaal te danken aan de wind die even vanuit het zuiden komt, waardoor er warme lucht vanuit Spanje deze kant op trekt. Helaas blijft het wel bij één dagje, want daarna draait de wind weer verder en daalt de temperatuur weer. Zondag is het nog best zacht bij een magere 20 graden, maar de dag verloopt wel vrij bewolkt en ook een enkele bui zal die dag overtrekken. Maandag zijn we helaas weer terug bij af met meer regen en nog iets lagere temperaturen. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 5 april. Kijk voor het laatste nieuws altijd op onze website rn7.nl en volg ons op de sociale media. Maandag zijn we weer bij je terug, dus een heel fijn weekend en graag tot dan.